Bij een klassiek orkest, daar denk je misschien niet als eerste aan rock'n'roll of aan hoge energie en uitbundigheid. Hoe rustig wij ook een concert kunnen beginnen, er komt altijd een moment waarin het gewoon allemaal in de fik staat. We zijn vandaag in AVAS Live. Waar we vanavond zullen gaan spelen met het residentieorkest. En ik kijk er heel erg naar uit. Dit stond al heel lang op onze bucketlist. En deze mensen die plannen al 3 jaar lang vooruit. Dus eigenlijk 3 jaar geleden hebben wij zoiets gehad van hey, let's do it. Wij gaan met het residentieorkest spelen. Je weet eigenlijk van tevoren niet... Ja, hoe ingrijpend eigenlijk het hele project is. Voor ons een prachtig avontuur met een orkest spelen. En dat brengt allemaal nieuwe nuances in de muziek. Ja, voor ons als orkest is het ook wel bijzonder. Wij spelen meestal in een klassieke zaal die ook een stukje kleiner is. En deze energie die je krijgt van de band en het publiek, dat is voor ons ook een nieuwe wereld om te ontdekken. Bijzonder om met het orkest te spelen, omdat de arrangementen die Tom Trapp heeft gemaakt, die complimenteren de stukken zo en die vergroten bepaalde parts uit of die geeft die meer kracht mee. Ja, spektakel. Spektakel. Super goede samenwerking tussen orkest en de beste rockband van Nederland. De momenten dat we losgaan, gaan we net zo los als normaal. Dus we houden ons niet in omdat we nu in deze setting spelen. Alleen dan heb je daar nog on top het orkest, wat dan op dat moment ook even op standje 11 gaat. Maar tegelijkertijd is klein ook kleiner, want dat is heel leuk dat je in een lange show al die extremen kan opzoeken en dat je daar één grote reis van kan maken. Wij komen natuurlijk uit de klassieke wereld, dus wij zijn gewend op een bepaalde manier te spelen. En de band komt uit een hele andere hoek, dus om die twee werelden bij elkaar te brengen, dat is een hele grote en leuke uitdaging. Ik werk al langer met de band en de samenwerking ging vanaf het eerste moment goed. Het arrangeren van iets bestaans is vaak ietsjes moeilijker, omdat er al een versie bestaat met gevoel daarin. En dan dit is vol symfonisch schrijven. Dus eigenlijk heeft het zijn eigen traject gecreëerd. Ja, dat is gewoon heel erg bijzonder. Het wordt gewoon je gaat er zelf ook anders van spelen. En de muziek die je al jaren speelt, dat het dan nu begeleid wordt door andere mensen en dat dan naar een volgend niveau wordt getild. Ja, dat is wonderschoon. Ik bedoel, ik ga sowieso al stuk op het moment als een orkest gaat stemmen. Dat trilt en dat schuurt en dat beweegt. Het is prachtig. Ik vond het ongelooflijk indrukwekkend om dan dat samen met bijna 5000 man... Ja, om dat te beleven. Vaak zijn onze shows die beginnen met een bang en mensen staan gelijk te dansen of te bewegen en te springen. En dit is een hele andere reis die je eigenlijk begint. Dus je bouwt het echt staag op. Natuurlijk komen alle bekende nummers ook wel voorbij, maar je kan spelen op een nieuwe manier met dynamiek die we voordat we die orkestshows deden nog niet van ons hebben laten zien. De mooiste momenten in de shows, en dat is geen leugen, dat vind ik de momenten als ik niet hoef te zingen. Dat eerste nummer, dat daar zit ook een soort liftmoment tegen het einde in. En dan gaat hij echt gewoon voem. Dan hoef je echt zo... Wow, ik kan vinden. Black Cat vond ik heel imponerend. Toch wel van ja, het is wel gaaf om misschien dit nummer te gebruiken om het orkest de volle aandacht te geven en om misschien met de band dan een stapje terug te doen. Dus de hoogtepunt van ons twee in de show is dus een liedje waar we niet mee spelen. Ja, ja. En een lekker wodkaartje aan het drinken aan de zijkant. Al die instrumentalisten die we hebben, die vertellen net zo'n mooi verhaal, ook al bevatten ze geen woorden. Dat zijn de mooiste momenten altijd. Het begin van het eindtraject van Wild Hearts en dat opbouwt tot het einde van het nummer, that's fucking rock. We hebben nog nooit zo'n
show gedaan met publiek erbij. En nu sta je in een bomvolle AFAS. Zo'n show is pas compleet met het publiek erbij. Daarbij is het ook zo dat de mensen zitten. Dus er is een hele andere energie in de zaal. Er is een hele andere spanning. Ik denk op zijn minst, wat wij geven, dat krijgen we ook terug. En dat maakt het ook spannend en heel intens. Het wordt bijna filmisch op momenten, omdat stukken zijn uitgespannen en er zijn intro's geschreven, outro's geschreven, transities tussen stukken. En ik denk dat daardoor je het gevoel krijgt dat je op een soort muzikale reis gaat. Het voelt als een soort ode aan de muziek eigenlijk. Het gaat alle kanten op en mijn harpje door die grote PA te kunnen horen, dat is natuurlijk te gek gevoel. Later in het jaar, in december, dan gaan we elkaar weer ontmoeten, want dan gaan we ook Ahoy spelen. Wij hebben daar nog nooit gespeeld, dus we kunnen ons er niets bij voorstellen hoe groots en bijzonder dat is. Ik denk dat we nog veel meer zullen uitpakken. Nou, we spelen hier bijna twee uur en ik denk dat de Ahoy Show ook zoiets zal zijn. En we moeten een vorm gaan vinden waarin we beide werelden daar gaan laten zien. Eén ding wat we zeker meenemen is de dynamiek. Ik denk dat we sommige stukken wel flink gaan aandikken met het orkest. Als ze er toch zijn, dan mogen we er wel gebruik van maken, ja toch? We zijn er voor elkaar gemaakt eigenlijk. Het belooft een mooie trip te worden.